Wil ik dan eindelijk een goede plantenmama worden? Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag zijn we dinsdag. Vanochtend ga ik beginnen met het maken van 2 havermout wafeltjes en het stapelen van de afwas bij elkaar. Want mijn kraan lekt, dus ik kan hem niet doen. Allee, mijn kraan lekt niet. De buizen onder mijn kraan lekken. Ik ga mijn dag beginnen met iets dat ik al heel lang niet heb gedaan, namelijk lezen van blogpost. Ik maak daar echt soms gewoon veel te weinig tijd voor. Ik hou mijn blogpost altijd bij op de website Blogloving. Daar kun je mij trouwens zelf ook vinden. Ik vind dat gemakkelijk omdat je eigenlijk content van verschillende blogs kan importeren erin. Hey, net heel de ochtend gespendeerd aan het lezen van blogpost. Dat was super fijn. Ik heb trouwens hier haargroei, die zo op mijn dektapijtje, zoals mensen dat zeggen. En ik wil het laten meegroeien met de rest van haar. En ik heb nu bobbypins gehaald om dat vast te steken, maar het lukt mij niet. Vandaag nog een keer proberen. Maar nu is het tijd om te vertrekken naar mijn werk. Goedemorgen, het is 7 uur en ik ben op mijn werk. Het is hier nog super donker en zo de straat achter mij, die was gewoon helemaal niet verlicht. En het lichtje van mijn fietsschermpje verblindde mij zo hard dat ik echt bijna aan de gracht reed. Om ze eindelijk op de foto te zetten zodat ik een recept kan delen. Mezelf net verbrand aan een tafelijzer waarmee ik mijn wafels, mijn havermout wafels bak, echt ideaal. Niet. Maar nu kan ik eindelijk aan de slag. Ik heb namelijk net foto's gemaakt van mijn havermoutwafels. Receptje die ik nog wil uitproberen. Voor 5 januari 2019. Mag bijna de oven in. En nu ga ik aan de schrijfslag. De lelijke haarstijl is terug van nooit weg geweest. Ik heb net een stukje kunnen schrijven van mijn bericht over Colin en daar ben ik heel blij mee, want het was tegen rond 6 uur toen ik eraan begon. Nee, 5:45. Dus ik zat er eigenlijk niet meer recht zitten, maar ik ben toch al ver geraakt. Niet af kunnen maken, maar nu begint mijn buikje te rommen. Mijn vader is trouwens langs geweest daar straks. Hij heeft de leiding onder onze hotsteen lek vrijgemaakt. Jij! Dat betekent dat we die hele afwas kunnen wegwerken. Ik denk niet dat het nog nodig is, maar ik ga hem hier nog even laten staan. Kijk hoe cute! Ik ben trouwens vandaag begonnen om ook de teksten in het magazine te steken. Tot nu toe heb ik namelijk enkel gewoon teksten geschreven. Maar nu kunnen ze ook erin. Zodat ik weet hoeveel extra content ik nog moet maken. Er zat nog een error in. 2019. 2019. En 2020. Dat waren trouwens mijn geluksmomentjes van de dag. Zullen er nieuwe plantjes zijn? Betekent dat dat hij leeft? Hier zit er ook een nieuw blad. Deze weet ik het niet. Wil ik dan eindelijk een goede plantenmama worden? Ik hoop van wel. Laatste tijd zijn ik en mijn zus trouwens iCarly aan het herbekijken op Netflix en het is zo zalig. Niet op Netflix, want het staat niet op Netflix, maar op Amazon Prime. Hallo, dit was het dan voor deze vlog. Het is namelijk 10 uur en ik ga slapen, maar morgen sta ik weer opnieuw om 5:30 uur op. Tot morgen. Doedels.